Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij Gamersnet Gear, waar we elke dinsdag de nieuwste tech gadgets en gear bespreken. En ditmaal is de MSI Trident. Ja. En dit is Peter. Hi. En ik ben Tom. Hi. En dat is een MSI console PC. Ja man, MSI die had even iets bedacht. Die dacht, iedereen koopt consoles, nou allemaal prima. Wat als we nou een PC maken die eruit ziet en voelt als een console? Ja, dat is eigenlijk doet elk bedrijf dat elke 5 jaar proberen ze dat weer. De Steambox, Alienware Alpha. Klopt. Heel lang geleden was het ook zo van, zou er ooit een PC komen die je meteen aan kan sluiten op je televisie en dan werkt die? Ja. Nou ja, here we are, the future is now. The future is now. Ja, dit is hem. Hij heeft ook een heel mooi standaardje. Dat is wel vet om even te laten zien. Want je kan hem op 2 manieren neerzetten. Je kan hem gewoon zo neerzetten. Zo, eigenlijk net als alle consoles. Ja, ik wou net zeggen, dat is wel heel console. En je kunt hem ook zo neerzetten. Nou ja, het is wat jij tof vindt. En het is zeg maar een best wel krachtige PC in een hele kleine behuizing. Je ziet hier ook de videokaart draaien, dat vind ik zelf heel erg sexy. Het doet me een beetje denken aan, de Nightblade en zo. Hè? Want dat, de Nightblade van MSI ging ook al van, oh, maar we hebben een PC, maar we maken hem zo compact mogelijk. Ja. En de Trident doet dat eigenlijk. Dit is daar een evolutie van door het echt gewoon het console te embracen. Het is, ik zou denken, het is denk ik qua grootte grofweg de oude Xbox One. Zeg maar. Dus het is niet, het is nog steeds aardig lomp. Het is niet iets wat je heel gemakkelijk onder je tv schuift, maar... Nou ja, ik moet zeggen, als jij een PlayStation 4 Pro hebt en een Xbox One S en je hebt deze ernaast staan, misschien nog een Wii U, dan heb je wel, ben je wel de ultieme couchgamer. Ja. Waar zijn alle couch co-op games nou, jongens? Ja, die zijn er niet. En hij is gemaakt voor, zodat je er ook gewoon met de HTC gewoon lekker VR kan spelen. Ja. Superhandig, zit aan de voorkant ook een HDMI-ingang, zodat je ook aan de voorkant gewoon... Ja, want ik zie achterin een HDMI voor VR, een normale HDMI, allebei uit het moederbord. Voorin zit er dan nog eentje van het moederbord, een HDMI-poort. En dan heb je nog eens een keer de videokaart die erin zit, met natuurlijk een HDMI, een DVI en een DisplayPort. Ja, je kan erin prikken waar je zin in hebt. Ja, het is letterlijk dat inderdaad. Je kunt heel veel doen. Het is een computertje met een 1060 GTX erin. Dus dat is prima. We hebben heel veel games gespeeld. Ik heb heel veel van die, testdingen gedraaid. En ik heb The Witcher 3 er volledig op high meegespeeld. Dat werkte allemaal prima. Framerates dropten niet. Hij moest wel bij het opstarten, vond ik, een beetje te lang opstarten. Zit er geen SSD'tje in? Er zit een 256 gigabyte SSD in. En een terabyte, niet SSD, HDD. En dit is dan de iets duurdere versie, hè? De 1300 versie. Je hebt ook een van 1100 euro en daar zitten 128 SSD in. Het blijft 2 à 3 consoles bij elkaar. Het maar blijft 2 à 3. Qua prijs dan. Ja, zeker weten. Maar goed, dan heb je wel een PC-game console. Ja. Want hij draait gewoon alles prima. Hij heeft 8 gigabyte RAM. En ook dit vind ik trouwens heel leuk. Dit lichtje is helemaal aanpasbaar, hè? Zoals alles bij MSI. Ja, je kunt hem laten pulseren op muziek zelfs. Als jij een YouTube-filmpje aanzet, dan kan die op de muziek gaat hij mee. Ik vind het heel leuk, maar af en toe denk ik van, kunnen we heel even afkoelen met al die hoezo? Ledjes? Hoezo? Jij bouwt ook je eigen PC. Dat doe je ook met open venstertjes, zodat je erin kan kijken. Hier, hier zie je dan de videokaart en je kan je lampje aanpassen. Nee, maar ik bedoel, ik ben persoonlijk niet een heel groot fan van design. Ik zou het niet zeg maar met heel veel trots onder mijn televisie zetten. Okay. Ik snap natuurlijk, het is een hele krachtige PC en vrij compact. En dat vind ik mooi. Maar ik vind het design dan nou niet echt helemaal om over naar huis te schrijven. Maar ik vind die ledjes vind ik ook een beetje... Zijn we daar niet te hard van stapel mee aan het lopen de laatste tijd? Dat iedereen en alles wil nu een ledje wat verandert, maar ja... En wat ook samengaat met je peripherals. Ja, als je natuurlijk MSI peripherals koopt, alleen dan waarschijnlijk. Ja, maar het kost ook niet zoveel, lijkt me, voor de fabrikant. Dus nee. Het is ook niet zo heel maar veel Maar het is ook niet altijd nodig, vind ik. Maar goed, dat is een kwestie van en je smaak. Je kan hem ook gewoon op wit zetten. Ja, nou ja, laat weten in de comments welke kleur zou je hem doen of zou je hem uitzetten. Ja. En in principe is dit inderdaad, zoals jij al zei, het zoveelste antwoord op... Zullen we een game PC bouwen als console? Jij vindt het, dan is het design ook wel heel belangrijk. Als je een PC bouwt als een console, jij bent niet heel Ja, ik zou zeggen, bouw een PC of neem een console, zeg maar, zit ik heel erg in. En ik heb alsnog, ja, als ik een PC wil, dan wil ik ook echt gewoon zo'n PC-doos, zeg maar. Dus, maar goed, dat is een kwestie van smaak. Ik snap zeker welke markt hier MSI aan probeert te spreken. Ik vind het wel vet, ook met het gaming-logo hier. Ik vind het... Ik had alleen wel een vraag, want je zegt natuurlijk van, het zit allemaal netjes erin. Maar kun je ook dingen nog vervangen? Stel, hij wordt wat ouder, want dan wil je natuurlijk weer, kijk, het ziet eruit als een console, maar je wil natuurlijk wel de benefits van een PC.
hebben. Dus ja. Zou je zeg maar, als je na een tijdje, je hebt dit ding, je hebt het 3 jaar onder je PC of onder je tv staan, kun je dan een keer zeggen van, nou laten we een keer een nieuw videokaartje. Maar je zit natuurlijk met je ruimte. Ja. Dus als videokaarten niet groter zijn, dan moet het kunnen. Nou, oké, okay, maar dat is toch mooi. Gewoon open. En je zit ook met je wattage, want de voeding zit natuurlijk extern. Ja, want dat past hier natuurlijk niet in, want pas in de PlayStation. Behalve de laatste PlayStation past het wel. Maar de voeding zit er buiten. Dus ik denk dat dat best wel een relevant dingetje is als je het wil aanpassen. Dat je daar wel heel erg aan op moet letten. Als je... Ja, maar over het algemeen worden nieuwe videokaarten juist beter in rendement. Ja, dus dat zou waar. Je dan kunnen zeggen van, ja kijk, je kunt natuurlijk niet een tweede erbij klappen. Dat zou dan niet gaan per wattage, maar dat past ook niet in de Trident. Dus... Maar ik denk dat dat ook niet de markt is voor de Trident. Ik denk ook, als jij een PC-bouwer bent, dan... Is een Trident niet waar je op focust. Dan bouw je zelf een PC en dan gooi je er gewoon alles in. Ja, maar ik dacht best of both worlds. Hè. Kijk, het zou natuurlijk fantastisch zijn als je een console had die je een keer kan upgraden als die wat ouder wordt. Ja, de Trident. Kijk, de Nightblade van MSI deed dat dan weer wel. Ja. Dan kun je wel gewoon zeggen van, nou, laten we juist gewoon heel makkelijk. Daar was het juist voor gebouwd. Maar ja. de Trident is wel meer gewoon echt voor de richting de console gamer. Ja, wat ik denk dat dit... Ik weet niet hoe groot de markt dit heeft. Ik moet eerlijk zeggen, bedoel, de prijs is toch 1100 of 1300 euro. En het is een beetje net als de Titan van de Titan laptop van MSI. Dat is ontzettend gaaf, maar hoeveel gaan er nou uiteindelijk verkocht worden? Weet je al 3 en dan draaien ze al winst waarschijnlijk. Ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee. Het is wel, ik vind het qua prijs serieus voor een MSI-product. Ik bedoel, ze hebben heel veel dure laptops. Uh-huh. Voor een MSI-product vind ik het wel een price range die voor hun zeg maar wel schappelijker is. Maar ja, een upgrade van een videokaart. Tegenwoordig, als je een PlayStation gamer bent, een videokaart is net zo duur als een nieuwe PlayStation. Ja. Dus dan koop je gewoon de Pro en dan ben je geüpgrade. Nou ja, dat is bij deze ongeveer hetzelfde, denk ik. Dan koop je gewoon een nieuwe Trident. Dan koop je gewoon dan koop je een nieuwe videokaart voor je Trident. Dan heb je hetzelfde effect ongeveer. Tof apparaat. Ik vind hem er zelf wel heel mooi uitzien. Ja, oké. Ik denk dat als deze naast mijn PlayStation staat, vind ik dat best wel cool. Ik heb mijn Xbox tegenwoordig ook rechtop. Oh, oké. Okay. Zo'n ding gekregen van de vertical stand. Ja. En als een apparaatje, maar niet de monsterbak als je hem zelf zou bouwen. Nee, maar goed, dooddoener puur zang, hè? Dooddoener. Maar ja, ik geef alvast die reactie, omdat die reactie altijd komt. Oh, maar voor 1300 euro kan ik een vele mooi. Ja, weten we. Doe dan. Dan ben je niet van de doelgroep. Nee. Dit is gewoon voor mensen die gewoon een plug-and-play en die missen PC-games en die willen gewoon Total War Warhammer spelen en die... Rocket League op de bank, jongens. Rocket League op de bank.